Een telefoon zoekt 900 keer per minuut een verbinding naar boven. 1800 keer per minuut gaat er een straling, een frequentie, wat er eigenlijk niet door je heen moet gaan. Het lichaam krijgt een disbalans, altijd. Want telkens komt er een straling door je heen en dat doet wat met jouw biologische, natuurlijke straling die je eigenlijk nodig hebt. Het is dan heel moeilijk te zeggen, er is geen correlatie met hartstoornissen en mobiele telefoons. Cell phone companies are putting up 5G towers, raising the question, are these towers safe? Dat de telefoon het biologisch systeem in disbalans brengt, dat is 100% correlatie. When the doctor can heal it, devil will steal it.